Sustainable Development Goals, opgesteld door de Verenigde Naties. 17 doelen om van deze wereld een betere plek te maken. En ja, ik mocht speciaal adoptieouder zijn voor doel nummer 12. Dat is verantwoorde productie en consumptie, of ja, duurzame productie en consumptie. Nou, als Kamerlid heb ik dus ja, met die SDG 12 ben ik aan de slag gegaan. Een paar resultaten noem ik. Uitbreiding van statiegeld. Toen ik in 2012 Kamerlid werd, toen zou statiegeld zelfs afgeschaft worden. Nou ja, ik weet niet hoe het u gaat, maar ik bedoel, als kind ging ik altijd op zoek naar flesjes en dan kon ik ze inleveren. En dan had ik wel een beetje aanvulling op mijn zakgeld. Dus ja, bedoel, die is er niet groot geworden met statiegeld. Dat ga ik toch niet afschaffen. Bovendien is het wel goed voor het milieu, want ja, veel meer afval op straat. Dus ik dacht, ja, we moeten statiegeld niet afschaffen, maar we moeten het uitbreiden. En dat gaat nu ook gebeuren. Kleine flesjes en binnenkort ook op blik. Dat betekent ook meer recycling. Ik ben aan de slag gegaan met voedselverspilling. En wat ik ook terugzie in Veenendaal, dat er ja, echt lokaal werk wordt gemaakt van de energietransitie. Dat burgers ook de handen ineens slaan in energiecoöperaties. Ja, om samen duurzame energie op te wekken. Dat vind ik heel goed. Iemand die ik regelmatig citeer is Gandhi. Gandhi kennen jullie waarschijnlijk wel. Een geestelijk leider uit India. Hij zegt ook, de aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. En als ik dan kijk naar produceren en consumeren, dan doen we dat nu op zo'n manier dat het ten koste gaat van de aarde en van onszelf. Ik weet niet of u wel eens een testje hebt ingevuld voor de ecologische voetafdruk. Dat is schrikbarend, ik schrok er zelf ook van. Je doet je best, maar het betekent onze levensstijl in ja, West-Europa, ook in Nederland, hier in Veenendaal. Als iedereen op de wereld dat zou doen, dan zouden we 3 aardbollen nodig hebben. Maar die zijn er niet. Ik bedoel, we hebben er maar 1 gekregen. En onze manier van produceren en consumeren vraagt van 3 aardbollen. En als wij de 3 nemen, betekent gewoon dat we stelen van mensen elders en van volgende generaties.